Nee, en dan vallen ze tussen de bank. Gewoon eentje pakken en dan er weer in duwen. Hier. Eentje pakken en er weer in duwen dan. Doe dan. Hier, zo erin duwen. Doe maar. Pakken. Pak je hem? De induwen hier. Goed zo, erin in het gaatje. Doe hem in het gaatje. Nee, hier zo. Kijk, induwen. Ja. En hier nog één. Ja. Senna ook? Senna ook pakken? Och, dan gaan ze vallen, hè? Dan gaan ze vallen. Maar dan bij Shrek in een bus. Die vliegt ja, daar. Waar was je toen geweest? In welk? In Engeland. Ja. Oh, in dat museum. Yes, goed zo. Nou heb je hem. Nee, ja. Nee. Goed hoor. En tot hier. Al die dikke auto's. Oh, je maakt een hele rij. Ja, heel mooi. Lukt het met je kalender? Ja. Oh, je maakt een hele rij. Ja, heel mooi. Lukt het met je kalender? Ja? Met laagje glimmend slijm. Kleren droegen ze niet. Hun lichaam was rood met vier lange dunne tentakels aan de zijkanten. Acht tenen en daartussen zwemvliezen. Hun hoofden leken nog het meest op een koppen van kikkers. Ze stonden wiebelig boven op hun korte, dikke lichaam. De gezichten van de buitenaardse wezens waren lelijk. Ja, je wil naar buiten, hè, naar kakka. Waren lelijk en geweest. Eerst je brood eten, Senna. Senna, broodje eten, kom. Buiten. Senna. We kunnen ook met Senna naar buiten. Thank you.
Peter Emilio van de Hoef. Goed bewaard, hè, van verleden jaar, hè, de zonnebloem. Ja, toch? Ja. Ja. Dan zullen we vanmiddag in gaan zaaien vast voor het nieuwe jaar, hè? Doe je meer zonnebloem bij jou thuis ook? Ja. Ja? En Lois? Ik weet toch hoe groot, hoeveel aarde ik heb. Jazeker, bij die perenboom. Ja. Daar had jij ze toen in gedaan. Maar eerst moeten we ze vanmiddag even in bloembakken inzaaien. En dan als Lois een bak wil, jij een bak en oma, ja? Hé, hey, maar ik heb ook een idee. Wat? We graven een gat bij ons tuin. Doen we de bloembak in. Ja. Doen we daar zand wat we eruit hebben gegraven. Dan doen we die zaadjes erin. Ja. En dan als die gewoon te groot worden en de bak knapt... Dan is hij al gelijk in het grond. Ja, maar ik denk dat het handiger is om ze eerst binnen op te laten groeien. Weet je wel, de kleine plantjes, die babyplantjes. Net zoals we toen gedaan hebben met de plastic. Weet je het nog? Laten we ze eerst en dan halen we het plastic eraf. En dan kunnen ze in feite wel de grond in. En dan ga ik het hiervoor weer bij mijn bloempot doen, ja? En achter in de tuin, denk Lois, ik. Lois! Wil je veel meer bloemen bij ons in de tuin, want je weet toch die twee bij ons, die grote bloemen? Die zonnebloemen. Maar wat is dit? Waarom moet je dit doen? Want dan hebben we alle pitjes en mag weet je... Mag ik ook helpen, opa? Nee. Dan wil je met je broer overleggen. Maar ik weet wat Leefje al gaat zeggen. Wat dan? Nee. Hoe weet je dat? Nu kijk hij bijna weg. En dat is ja. Oh, nou, dan heb je gelukt. Dan pak ik ook een bakje in de keuken. Daar staan de bakjes nog. Nee, Lois, doe gewoon een deze bakje. Lois! Lois, doe gewoon een deze bakje. Oké. Okay. Mag Senna ook mee helpen? Nee, ik ga Senna de luier even schonen, ja? Ja. Hallo. En mijn ogen dicht. Wil je voor mij zorgen? Ja.
ogen.